Hallo vrienden van de Noordkaap Challenge, Wijnald Speelman hier van 3FM vanuit de studio in Hilversum. Ik had graag bij jullie willen zijn, maar ja, het is zo druk ook bij 3FM met heel veel Series Request dingen dat ik helaas geen gaatje heb kunnen vinden om even langs te komen. Is daarom zo, want ik heb wel een boodschap voor jullie. Ik wil jullie als eerst bedanken voor jullie aanwezigheid en het feit dat jullie in actie komen voor een nieuwe stille ramp, longontsteking. Elke 35 seconden sterft er iemand aan de gevolgen van longontsteking. Kinderen onder de 5 jaar. En ik heb zelf gezien hoe groot probleem dat is in Ivoorkust. Ik ben net anderhalve week terug uit Ivoorkust. En ik moet zeggen dat ik de afgelopen dagen nog best wel boos geweest ben. Een soort van woede naar aanleiding van wat ik daar gezien heb. De armoede in Ivoorkust. Hoe mensen eigenlijk gewoon buiten de wereld vallen doordat ze afgesloten zijn. Van voorlichting, van zorg en wat voor problemen dat oplevert in Ivoorkust. Ivoorkust staat in de top 5 van landen waar de meeste problemen zijn met longontsteking bij kinderen onder de 5 jaar. Waar extreem veel kinderen sterven aan longontsteking. 1 op de 7 kinderen die het daar krijgt, die gaat er ook aan dood. Het is zo'n groot probleem. 900.000 kinderen sterven wereldwijd per jaar aan de gevolgen van deze ziekte. En daarom is het zo goed dat we in actie komen. Want hoewel ik best wel veel woede voel, omdat dat probleem zo groot is, ben ik ook heel erg gemotiveerd. Want ik heb gezien wat het Rode Kruis kan doen in landen als Ivoorkust. En hoe hoog de nood daar is. Hoe belangrijk die hulp van het Rode Kruis is. Ik moet denken aan Odile. Een meisje van 19 jaar. Wat ik sprak in een dorpje. Dorpje ver buiten de bewoonde wereld. De bewoonde wereld is daar eigenlijk alleen maar een soort van stad. Abidjan. En zodra je daar buiten komt. Is het eigenlijk alleen maar penari. Mensen die in armoede leven. 42% van de mensen leeft in Ivoorkust. Onder de armoedegrens. Dat betekent dat ze het minder dan $1.25 hebben om rond te komen. En dan denk je, dat is maar 42%, maar de rest van het land leeft ook in armoede. En dat zorgt dus ervoor dat Odile, 19 jaar, afgesloten is van de buitenwereld. Zij woonde in een klein dorpje, 19 jaar, en had 2 kinderen. Had 2 kinderen, want ze zijn allebei overleden aan de gevolgen van longontsteking. En ze liet mij een geboorteakte zien van haar kindje, wat 26 september geboren was. Nou, ik was daar 2 weken geleden. Reken maar uit, dat kindje heeft geen anderhalve maand geleefd. Want longontsteking. En zij wist niet wat ze moest doen. Ze kon namelijk helemaal niks. Als je in een dorpje zit, van dik een uur rijden van een ziekenhuis. Ja, hoe kom je daar als je geen vervoersmiddel hebt? En als zij het al naar een ziekenhuis gehaald had, dan had ze ook geen geld voor een behandeling. En het Rode Kruis heeft mij laten zien hoe belangrijk dus is dat deze mensen weer aangesloten worden op de wereld. Dat er een lokaal transportmiddel komt. Dat er geld komt voor antibiotica. Want dat is daar niet. Ik sprak een dokter in een ziekenhuis wat de zorg draagt voor 125.000 mensen. 125.000 mensen. En was daar in een soort van zaaltje. Ik bedoel, de tegels op de vloer die waren op sommige plekken al weg. En de bedden daar allemaal verroest. Er lagen 2 kindjes. Die waren heel erg kortademig. Dat zijn al de verschijnselen van een longontsteking. En er stond gelukkig een zuurstofcilinder achter, weet je. Het kwam ongeveer tot hier, van 1,5 meter hoog. Ik zei, nou, waarom worden zij daar niet op aangesloten, want ze zijn kortademig. En toen vertelde hij mij dat die zuurstofcilinder al 2 weken leeg was. Dus die kindjes, die moesten maar hopen dat ze het op eigen adem konden. En ik vroeg hem, wat gebeurt er dan met kinderen die dat niet kunnen? Is daar nog iets voor te regelen? Zei hij, nee, die kindjes die overlijden. Al zijn ze in een ziekenhuis, want die kunnen we niet meer helpen. Het is noodzakelijk dat binnen 24 uur kinderen gebracht worden in een ziekenhuis. Dat er antibiotica aanwezig is, want ook antibiotica is heel erg schaars in landen als Ivoorkust. Ik kan nog 1000 van dit soort verhalen noemen, echt waar, want ik heb er heel veel gehoord. En dit zijn geen uitzonderingen, dit zijn gevallen die we overal zien. Maar gelukkig is er hoop, zoals ik al eerder zei. Wij werden op een gegeven moment gebeld door een vrijwilliger van het Rode Kruis. Ik bedoel, vrijwilligers van het Rode Kruis zie je overal. En ook in die voorkust hebben ze overal rondlopen. Dat is echt essentieel voor het werk van het Rode Kruis. Wij werden gebeld en een vrouw was in een dorpje waar we heel snel naartoe gereden zijn. Want er zou een kindje zijn met longontsteking. Kindje werd in onze handen gedrukt, we hadden een dokter bij ons. En dat kindje hadden ze in een soort van lappen gewikkeld. Want deze moeder wist zich geen raad, had ook geen geld om naar een ziekenhuis te komen of om antibiotica te halen. Dat was geen mogelijkheid en daardoor, omdat ze ook vaak niet beter weten, gaan ze maar naar een lokale geneesheer of geneesvrouw. En die had gezegd, je moet je kindje in lappen wikkelen. Nou ja, als jij de ribben van een kind in gaat zwachtelen, als het al kortademig is, dan wordt het natuurlijk alleen maar erger. Die moeder was machteloos. Gelukkig kwam de dokter van het Rode Kruis, die heeft gelijk die zwachtels eraf gehaald, kindje meegenomen naar een kliniek. Daar is voor de behandeling betaald. 2 dagen later zijn we teruggegaan naar het dorpje en het kindje was weer gezond. De antibiotica was aangeslagen. Ik vroeg die moeder, wat voelde je
toen je de medewerkers van het Rode Kruis zag en ze begon gelijk te huilen. Ze zei, ik wist dat de kans was dat mijn kindje gered zou worden. Want ik was er eigenlijk al van uitgegaan dat mijn kindje niet meer te redden was. Nou is het probleem extreem groot. 900.000 kinderen sterven per jaar. Dat is echt bijna niet te behappen. Maar als je ziet en als je de verhalen hoort van hoe wij op een hele eenvoudige manier levens kunnen redden, dan wordt deze actie in één keer zo verschrikkelijk mooi. We kunnen echt een verschil maken dit jaar door geld in te zamelen voor 3FM Series Quest, voor het Rode Kruis. En daarom, ik bedoel, jullie gaan de Noordkaap Challenge doen. Dat is een extreem groot project waar heel veel geld mee opgehaald wordt. Ik ben jullie heel erg dankbaar dat jullie de moeite nemen om hier de schouders onder te zetten en deze actie wederom te ondernemen. Want jullie kunnen een heel groot verschil gaan maken met z'n allen. Denk aan al die moeders, aan al die vaders, aan al die broertjes en die zusjes die toch een kans verdienen om gewoon een fatsoenlijke familie te hebben. Aan die kinderen die zo jong zijn, soms 2 maanden oud. Ik heb ze van 2 weken oud gezien, die een toekomst verdienen. En die mag niet verpest worden door longontsteking. In Nederland hebben we het geluk dat we goede zorg hebben. Ik bedoel, als je in Nederland in een ziekenhuis komt en de dokter zegt, we hebben geen medicijnen of de zuurstofcilinder is leeg. Ja, het is bijna lachwekkend, want dit hebben wij in Nederland. Dat voorrecht hebben wij en dat moeten we andere mensen ook gunnen. Voorlichting, het Rode Kruis zorgt ervoor. Voor 3 euro gaat er een Rode Kruis vrijwilliger naar een dorp. Een dorp waar ze vaak niet eens weten wat longontsteking is. Die vrijwilliger vertelt de mensen in het dorp hoe longontsteking te herkennen en wat ze binnen 24 uur moeten doen. Het Rode Kruis zorgt ook nog voor lokale transportmiddelen. Het Rode Kruis zorgt ervoor bij deze actie dat klinieken en ziekenhuizen voorzien worden van medische basisvoorzieningen. Wat er in heel veel gevallen niet is. Ik heb klinieken gezien waar instrumenten verroest zijn, waar geen koelingen zijn voor medicijnen, waar überhaupt te weinig medicijnen zijn en doktoren die me nog net niet smeken om dit verhaal te vertellen aan jullie, aan Nederland. Want de nood is verschrikkelijk hoog in landen als Ivoorkust. Dan heb ik het nog niet eens over Ethiopië, waar dit probleem ook extreem groot is. Dan heb ik het nog niet eens over Zuid-Soedan en over landen in Azië, waar ze met hetzelfde probleem te kampen hebben. Jullie komen in actie, dat is fantastisch. Doe je best, vertel dit verhaal wat ik jullie nu vertel aan zoveel mogelijk mensen, zodat jullie nog beter gesponsord kunnen worden, zodat er nog meer mensen die misschien niet mee kunnen doen aan de Noordkaap Challenge ook in actie komen voor 3FM Series Quest. Het is belangrijk en hun lot ligt in onze handen. Wij kunnen dat veranderen. En ik vraag jullie niet miljoenen. Ik vraag jullie om dit verhaal te vertellen, om je actie zo goed mogelijk te doen. Want we kunnen een verschil maken. Laten we van die 35 seconden 2, 3, 4, 5 minuten maken. Laten we zoveel mogelijk kinderen weer een toekomst geven die ze nu wellicht niet hebben. Succes met de actie en dankjewel. En hopelijk tot in Breda.